ben Koen de Graven. Ik speel Bruno, getrouwd met Anna, die gespeeld wordt door Veerle Bates. En ik heb een zoontje van 9, met de naam Boris. Het is een beetje oneerlijk dat ik het moet zeggen, maar bij Koen, ook al was Koen de eerste keuze voor Bruno, had ik daar een aarzeling, omdat Koen de Graven blijkbaar in elke Vlaamse film zit. Sinds een paar jaar is een wet gestemd. Als je subsidie krijgt van het fonds, moet er Koen de Graven bij nemen. Wat natuurlijk niet het geval is, maar vandaar was er een aarzeling. Ik ben heel blij dat ik eindelijk eens met Matteo Simone mag spelen. Enfin, voor de camera, want we hebben al veel dingen gedaan. Hè. Hey, wat je eerst zegt, dat is echt, vind ik ook. Ik ben heel blij dat ik eens met Koen voor de camera mag spelen. Ja. Ja, omdat wij een lang verleden hebben. Ja. Daar komt liefde aan de pas, of kwam liefde aan de pas. Ja. Vriendschap. Ups en downs. Vriendschap. Het is heftig geweest. Pieken. De hallen, ja. Maar Koen is zo'n geweldige acteur. En ik had er ook zeer prettig mee gewerkt in Los, waar hij de beste vriend speelt van het hoofdpersonage van Pépin Caudron. Dat ik dacht van, joh, het is zo onrechtvaardig om iemand niet te nemen, omdat hij toevallig ook al in een aantal andere films zit. Dat gaan we niet doen. Favoriete scène in de film? Ja, ik denk dat de scène in het crematorium toch wel mijn voorkeur wegdraagt. Dus we hebben gewoon gezegd, Koen, kijk, lees het, vind het tof, kom af. Koen vond het tof en is afgekomen en we hebben het gewoon gedaan. Ja. Dus hier is ook dat moment. Dus je gaat naar buiten en je ziet, het zijn al uw vrienden en zo, en ze gooien met rijst en zo, en dat is heel tof. En op een bepaald moment mogen de camera zien en dan mogen ze echt muggen, hè, voor de camera zo van... En op haar buik, ja, ja, zo, van, dat is dat stukje dat ik ook nodig heb voor de video. Ja. Waar ben je zo zot van? Ik ben zo zot van. Zong door Matteo Simoni. Nu verkrijgbaar in uw platenzaak. De mensen moeten komen kijken naar de film omdat het lef heeft om een van de moeilijkste genres ter wereld aan te pakken. En dat is de romantische komedie. En zeker in ons taalgebied is dat, naar mijn weten, nog nooit gebeurd. Of zeker nog nooit goed gebeurd. En dit zou wel eens, wat dat betreft, baanbrekend kunnen zijn. Dus het zit vol met zeer fijne spelers. Merci. Nee, even niet. We zullen dat doen als ze biedt.